ik een interview houden met Marco Reinders, directeur van Gomez. Gomez is de Mercedes-Benz dealer. Die hebben ook meegewerkt aan het verkrijgen van deze auto. Waar we de komende maanden zelfs mee in de rond kunnen rijden om de interviews te doen en vruchtbaarheid te geven aan werken in de techniek. Zo, hier zijn we bij de Mercedes dealer. En zoals ik het nu zie, staat hij al te wachten. Zo. Goedemiddag Marco. Hey Niels. Ik ben wel zo opgehaald in de auto. Helemaal geweldig. Okay. Het is echt wel een blikvanger. Dan moet je zeker positieve reacties krijgen op de rit. De eerste, de beste die ik tegenkwam, die reed bijna de sloot in. Dus dat is wel grappig om te zien. Wellicht is het leuk als je vertelt wie je bent en wat je doet. Ik ben in ieder geval Marco Reinders. Ik zit af de LTS in de automotive. Daar ben ik ooit begonnen als monteur. Met de tijd ook de enige monteur met handschoenen aan. Dus dat was niet helemaal dat was niet hoe het moest. Ik zou tijdelijk een receptieplek op moeten vullen. En toen heb ik de overstap eigenlijk gemaakt naar de verkoop toe. Dat kwam door mijn toenmalige chef. En die zegt, als je nou echt wat anders van je leven wil maken, dan moet je proberen de verkoop in te gaan. Dat heb ik 2 maanden gedaan. En toen heb ik de kans gekregen om over te stappen van de aftersales naar de verkoop toe. Toen ben ik vestigingsmanager geworden. En toen nam Gomez, die nam Centraal over. Toen ging de complete directie van Centraal ging weg. Ja. En toen zochten ze een directeur personenwagens. Oh. En die kans heb ik gekregen. Dus van automonteur naar directeur van alle Gomez kantoren. Dat is wel inderdaad een mooie carrière stap. En hebben jullie op dit moment ook vraag naar techneuten? Zeker. Dat is echt wel een probleem aan het worden. Ja? Dus ik zou zeker zeggen van om mensen te adviseren om de techniek in te gaan. Wat maakt het dan leuk, zeg maar, om te kiezen voor automonteur of bedrijfswagenmonteur? Ja, het leuke is dat het heel veelzijdig is. Ik hoor wel eens dat het sleutelen, zeg maar, niet meer zo leuk is als vroeger. Dat het veranderd is. Als ik zelf naar de garage ga met mijn auto, zie ik een monteur komen met een laptop. Ja, als ik die jongens nu aan de gang zie gaan, dan heb ik daar echt diep respect voor. En zou je ook zonder ervaring kunnen solliciteren als automonteur of heb je wel een bepaalde basiskennis nodig? Nou ja, die basiskennis heb je zeker nodig. En helemaal natuurlijk als monteur. Daar kan je niet zonder. Wat je wel ziet is dat ook eigenlijk andere technische bedrijfstakken, dat er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om in automotive te werken. Stel nou, ik ben nu elektricien, maar ik heb als hobby bijvoorbeeld sleutelen. Dan is dat zeker iets om heel slecht te kunnen komen. Ja. Wat is nou het meest rare wat je ooit hebt meegemaakt tijdens je werk? Het meest leuke moment? Ik vind de leukste momenten, die heb ik, ik wil niet zeggen elke dag, maar wel heel veel. Bij diverse klanten waar ik vroeger aan sleutelde. Ja. Die lever ik nu nog steeds auto's. Dat geeft me energie. Dat vind ik heel mooi ook om te doen. Hey, jij als Mercedes-expert natuurlijk. Heb je wel eens gereden in de X-klasse? Eigenlijk niet. Dan heb je ook nog niet gereden in de gouden X-klasse. Zeker niet. Dus wil ik straks dat gaan doen. Als dat mag. Ja, we kunnen hier wel even wisselen als je dat leuk vindt. Als je het stuur over wilt geven. Ja, tuurlijk. Dat is geen punt. Ook voor mij, die elke dag met een mooie auto mag rijden. Ja. Blijft dit wat dat betreft ook Omdat je natuurlijk Mercedes dealer bent, rij je dan ook vaak in een andere auto? Of rij je eigenlijk altijd dezelfde auto? Ik rij, in principe rij ik vaak in een andere auto. En ik heb wel vaak dezelfde soort auto. En dan moeten de collega's altijd om lachen. Okay. Dat zelfs ook de kleur eigenlijk altijd wel hetzelfde is. Anthraciet grijs. Okay. Dat vind ik mooi. Maar je zit nu ook in een anthraciet grijs X, hè? Ja, dat is waar. We hebben hem alleen goud gemaakt. Ja. Complimenten daarvoor. Zouden jullie plek hebben voor stagiairs in de werkplaats bijvoorbeeld? Jazeker. Dat is de aangroei voor je personeel natuurlijk. Ja, absoluut. En dat is wel heel ook leuk om te zien, maar ook wel leuk om mensen het vak te kunnen leren. Ja. Als je wil, dan kom je er wel. Ja, dan kom je er zeker. En als mensen zouden willen solliciteren, kunnen ze op de site kijken bij jullie of hoe werkt zo'n blad? Er is een tabblad met vacatures. Ja. Dus alsjeblieft, vul deze in. Uh-huh. Er is ook de mogelijkheid voor een open sollicitatie te doen. En wat verwacht jij van het elektrisch rijden in de toekomst? Ja, dat gaat nu heel snel. Ja. De eerste die we krijgen is de EQC. Okay. Die komt aan het einde van het jaar. En dan gaat het heel hard. Dan komen er heel veel voertuigen. Ja, qua actieradius heb je natuurlijk een beperkte mogelijkheid. Al eigenlijk, als je wel bekijkt, dat het wel voldoende is. Er zijn maar weinig mensen die zonder, tenminste met de
de afstand die je op dit moment kan afleggen, niet af zouden kunnen. Nee. Alleen dat zit nog bij ons tussen de oren. Dus dat is gewoon een kwestie van een omslag die we met z'n allen moeten maken. Dat is een aanpassing. Ja. Ja. Zouden er ooit accu's komen die 30.000 kilometer meegaan? Dat zal zeker een kwaliteitsslag gaan komen. We zijn weer terug. Nou, leuk om hier een mee te hebben mogen doen. Het moest natuurlijk een beetje in de stijl blijven. Ja, dat is een gouden fles. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Graag. En ik hoop dat je de volgende persoon in deze mooie auto, dat je ze ook enthousiast kan maken met techniek. Ik hoop maar ook voor het product waar je dan in rijdt. In deze partij in rijdt. Okay. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, Marco.